Goedenavond allemaal. Planten, plantenarrangementen, abonnementen en aankledingen voor in hotels en restaurants hebben wij vanavond op programma staan. In de plantenschalen hebben we echter een mix gemaakt tussen klassiek, modern, trendy en extreem. Eigenlijk de basis van heel de binnententoonstelling van Villa Flora. En daar hebben we ook vier interieurwerelden. Klassiek, modern, trendy en extreem. We staan hier bij een redelijke trendy plantenschaal. En dit zie ik eigenlijk liever als een lang weekabonnement. Iets wat 2 maanden staat, wat verzorgd wordt door de telefonisten. En wat in kwaliteit zeker niet onder hoeft te doen voor een vaas met snijbloemen. En in prijs heel goed mee kan als je het over 8 of 6 weken uitsmeert. Ja? Paul. Hier hebben we een schaal met Streptocarpus en kleine St. Pauliatjes. In een Mobach keramiek. Ook weer een schaal, al zijnde een lang boeket bloemen, maar wel stijlvol opgemaakt en stijlvol gepresenteerd. Hier ziet u een fantastische trendy tafel en als je dan het over taartjes hebt, hier zouden de taartjes van mijn tante omheen moeten uit Utrecht. Hè? Dan krijg je de prachtige sfeer die hierbij hoort. Een orgie van allerlei verschillende bloemen die heerlijk bij elkaar passen. Een beetje gesjoemeld met de seizoenen. Ik ben zelf geen voorstander van chrysanten in het voorjaar. Maar bij trendy mag het wat mij betreft. Deze zou ik zo zien staan in Eindhoven in Avantgarde. Hè, een restaurant wat vrij strak designerisch is ingericht. Hè, jij kent het van Zwaan, daar past hij zo. En als je deze in het Amstelhotel zet, dan is hij verschrikkelijk lelijk. Hè, want dan schieten we de plank volledig mis. Helene is hier bezig met een trendy tafel aankleding. Een prachtige vaas van Paul Spotten. Die het elke keer weer presteert om een extremist in vaas of compositie op de markt te brengen die uitermate goed loopt. Nou, de mooie arrangementen, de plantenarrangementen, de bloemarrangementen waren allemaal even mooi. De tafelversieringen, dat was wel een brek. In ieder geval de constructies, hoe die maakt. En nieuwe concepten. En daar kunnen we weer wat mee. Een aantal materialenkennis. Hè? Het grote kun je ook weer in het kleinere gaan bedenken. En je krijgt weer ideeën en inspiratie. Wat heel interessant. Van dit een echte bloemistenpresentatie. Gigantisch. Super. Ik ben pas 37 jaar bloemist, maar dit heb ik nog maar zelden meegemaakt. Petje af.